Beste Vincent, 19 februari komt de film Boy 7 uit in de bioscoop. Om je alvast een klein voorproefje te geven, dagen wij jou uit om samen met een aantal andere YouTubers een dag in het leven van een stuntman te stappen. Aanstaande zaterdag verwachten we jou in Almere om een aantal stunts te leren. Zoals een filmgevecht, car dodging en meer. Veel plezier, A-film. Let's do this! Rond de 30, 35, als je dat terugrekent, is dat 8,5 meter per seconde. Dus dat is hard. Als je daarnaast staat te kijken, dan ziet het er niet uit. Maar als die auto met 30 op je afkomt, is toch wel even... en je weet dat die doorrijdt, dan is het ineens een stuk anders. Wanneer zouden wij hem het liefste terugdraaien? Terecht. Dat was in de winter, als je dan regie telt voor joh, kunnen we een tussenshotje draaien dat we zien dat die vent zijn jas pakt. Want als die vent die jas aan heeft, dan kan je namelijk al je protectkosten met elkaar kwijt. Die zag er goed uit hoor. Komt die judo achtergrond boven. Dat is hij dan? Dat jij het wel? Ja. Oh, dat is nog best hard. Dat is ook wel best hard. Hier is hard. Ronald die gaat over de auto heen. Ja, echt een Friese. Maar zoals je ziet is die ruimte wel een beetje flexibel. Dus om te voorkomen dat je straks met ruimte en hand bij de bestuurder op de schoot zit, met wat tranen werkkrachten. Dus dat... Het is gewoon een trainingsauto en daarmee gaan we aan het werk. Heb je goed gedaan hoor? Ja, sfeer heb ik. Ja, jij niet. Wat nou? Alleen hij. Ja, omdat hij dik is. Oh. Oh, pak hem! Dat ging bij hoor. Je reactie is een beetje raar. Is echt zo? Ja, gewoon even, hey, hij heeft geen bal hè, harde trappen. Zo, hoor je dan? Kom maar hoor. Ja, kom maar. Wie schot nou? Oh. Ik schrok bijna bloedig van jou. Ja, nee, zo, hij had het andere weg. Zag je dat? Ik heb bijna mijn noten in je gezicht, man. Dat is zo.